Goedemiddag iedereen. Nou ja, u heeft het gehoord. Ik ben Kim, de dochter van Ottolien. En toen ik hoorde dat zij hier dus een expositie ging houden, vroeg ze meteen of ik iets dus wilde vertellen, waarop ik meteen ja riep. En later denk je dan, oh god, wat moet ik nou gaan vertellen? Dus, en ik dacht, het moet een keer een beetje origineel zijn, want ik kan wel heel veel dingen vertellen over haar. En nou ja, ze heeft wel vaker geëxposeerd en anders wordt het ook wel steeds hetzelfde liedje. Dus, nou, en ze wilde muzikanten uitnodigen om hier voor jullie ook een beetje een gezellige middag te houden. Dus ik dacht, wat is een mooie combinatie om iets te zingen als speech zijnde voor jou, waar ik het een en ander in verwerk. Nou, ik wil jullie in ieder geval voorstellen aan Pieter van Zanten en Jacco van Zanten, die dus hier de hele middag gaan spelen voor jullie. Met Jacco heb ik geoefend. Het nummer is een lied van Carla Bruni. Daar heeft Jacco met mij een tekst op gemaakt. Dus ik hoop dat jullie het kunnen begrijpen. Het gaat in ieder geval over Lien, want ja, van Ine en Wilma ken ik te weinig. Ja, weet ik niet zoveel wat ik daarover kan vertellen. Dus dat moeten jullie zelf maar aan hun vragen en ontdekken. Dus bij deze. Mama, mijn lieve moe, excentriek en creatief. Ik kan altijd naar haar toe, ze is zorgzaam en heel lief. Maar mama is er altijd, voor de kinderen en voor mij. Van weinig dingen heeft ze spijt, dus het kan er ook wel bij. Ja, dit kan er ook wel bij. Maar mama gaat graag op reis, een nieuwe camper is gezocht. Ze is niet snel van de wijs, dus er heeft erin gekocht. Scandinavië heeft haar hart, gaat er heel erg graag naartoe. Maar mama is lekker apart en totaal niet levensmoe. Helemaal niet levensmoe. De natuur, en dat is waar, is niet veilig meer voor haar. Ze vond botten langs de weg, want een eland die had pech. Een olifantenpoep gaat bij mam onder de loep. Zee die gaat ook mee naar huis, krijgt een heel mooi plekje thuis. Krijgt een heel mooi plekje thuis. Mijn mama, ze zit niet stil, ze maakt ook graag muziek. Ze weet wel wat ze wilt en dat maakt haar zo uniek. Ze breidt veel haakt en kookt ze heerlijk bovendien. Dus als je het mij vraagt, krijgt ze van mij een dikke 10. Geef ik haar een dikke 10. De natuur, en dat is waar, is niet veilig meer voor haar. Ze recycelt heel erg graag, upcycelt laag voor laag. Ze gooit zelden dingen weg, want zeg nou eerlijk zeg, als je er iets ochtends mee kan, is weggooien zonder man. Is weggooien zonder. Mijn mama, u hoort het al, heeft snel haar woordje klaar. Komt ook uit Amsterdam, houdt dus niet van dat gemaar. Waar staat Fred dan snel, want dat is mijn lieve pa. Nou, die trekt het wel, want die zegt soms ja, ja, ja. En die zegt soms ja, ja, ja. Wat ben jij een sterke vrouw? Echt alles kan je aan, ga daar maar eens voor staan. Otje, Lien, Otje of Lien, moet je zelf nou eens zien. Dit heb je mooi voor elkaar, ik ben mega trots op haar. Ik ben mega trots op haar. Mega, mega trots op haar. Wilde aankondigen deze ontzettend mooie dames met hun sieraden. Dus jullie mogen hier gaan lopen en jullie worden begeleid door een showstuk.